Maxime Meiland, die we kennen van Chateau Meiland, maakte recent bekend dat ze een eigen broek ging uitbrengen. In Maxime misbruikt, ontspoort en nu, gelukkig, kaart ze enkele zware thema's aan. Zo onthult ze onder andere dat ze verkracht is geweest en kampte met een alcoholprobleem. Op haar Instagram-pagina moet Maxime nu nog wat kwijt over haar nieuwe boek en ze toont meteen de cover. Daar is die dan, mijn eigen boek, klinkt het trots. Na 2 jaar hierover te hebben nagedacht en ook al vind ik het superspannend, hoop ik dat jonge meiden en jongens steun uit mijn verhaal kunnen halen. Je bent niet alleen, ze laat ook meteen weten dat haar fans een speciale versie van Maxime misbruikt, ontspoort en nu, gelukkig kunnen reserveren. Zij reageren alvast enthousiast, ga ik zeker bestellen, erg benieuwd, moedig van je dat iedereen nu je verhaal kan lezen, trots op jou, chapeau, ik kijk er naar uit om jouw boek te lezen, dapper en geweldig dat je dit hebt gedaan, klinkt het? Thank you.